Hey, horen jullie dat? Het is Kirby en King Dedede en alle makkertjes uit de Kirby Games. Ze zijn weer terug, maar ja, want er is een hele nieuwe Kirby Game. Of nou ja, eigenlijk is dit een oude Kirby Game die opnieuw is gemaakt. Meta Knight is ook weer van de partij. We gaan kijken of dit een beetje een leuke Kirby Game is. Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Oh, maar wacht, daar gaan we. Het wordt nu serieus. De tekening wordt schoongeveegd. En we zien weer een ster. De bekende ster van Kirby. Klinkt een beetje gek. Ja, het is nou eenmaal de bekende ster van Kirby. Kan ik ook niks aan doen? Kirby loopt met een taart. En King Dedede en Waddle Dee rennen erachteraan. Met de Knights in een boekje te lezen. En die kijkt ze even zo naar de zijkant van... moet ik me daarmee gaan bemoeien? Oh, wat? Een vlinder. Oh, wat? Een portal. Oh, wat? Oh, wat? Oh, wat? Iedereen botst tegen elkaar aan. En de aardbei valt op de grond. Grote problemen. Oh nee. Oh nee. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oh, er komt een heel mooi luchtschip. Oh, maar dat gaat niet goed met dat luchtschip zo te zien. Die is lichtelijk aan het exploderen. En er komt van alles vrij in de wereld. Oh nee. Oh nee. Maar wat en wie is er op dit luchtschip? King Dedede denkt ook, oh, laten we gaan kijken. We moeten er naartoe. En Kirby rent erachteraan samen met Waddle Dee. Maar het schip gaat neerstorten. Grote problemen. Oh, maar ze zijn daar gearriveerd bij het schip. En het is een of andere kosmos vibe die erin zit. Oh, we worden uitgenodigd om naar binnen te gaan. Weet je zeker dat dit een slim idee is, Kirby? Weet je het zeker? Nou, we zijn in ieder geval wel binnen. Meta Knight komt ook binnengeslopen achter ons aan. En wie is dit? Hallo? Who are you? Are you okay? Oh no! Oh no, paniek! Oh, waar ben ik? Oh, ik ben neergestort. Ik ben gecrashed. Oh, 120. Oh, nee. Oh, oh, oh. We moeten 120 dingetjes gaan zoeken, denk ik. Om het schip weer te maken. Want het schip is helemaal naar de kloklo. Oh. Maar waar kom jij vandaan? Kom jij uit de kosmos? Kirby denkt, gaat het wel met je? Ik ga je helpen. Jee. Tranen. Gaat hij huilen? Nee, hij gaat nog niet huilen. Gaat hij huilen door King Dedede? Of door Waddle Dee? Of, nee. Maar wel dansen en knuffelen. En, oh, ja, oh nee, oh, dit is gebeurd. Daar ligt alles. We kunnen precies zien waar alles ligt. En dat moeten we gaan zoeken. Roeispanen. Kirby en het geheim van de roeispanen. Oké, doei. Jij blijft bij het schip. Oké, ja, wij lossen alles wel op, hoor, voor jou. We kennen je niet voor de rest, maar... hey, dat gaan we gewoon doen. Omdat we zo aardig zijn. Kirby is altijd aardig. Let's go. Oké, dus we gaan hier naartoe naar de eerste wereld. Op avontuur met Magolor. Magolor is letterlijk uit de lucht komen vallen op de planeet Popstar. Hij staat paraat om je te helpen tijdens je avontuur. Nou ja, ik weet het niet. Maar volgens mij moeten wij juist Magolor helpen met ons avontuur. Of zijn avontuur. Magolor heeft drankjes voor je waarmee je energie verdubbelt. En kan je redden als je in een gat valt. Klinkt goed, Magolor. Wil je de hulp van Magolor tijdens het spelen? Nee, het moet wel een beetje uitdagend blijven, zo'n Kirby gamepie. In wereld 1 kunnen we 13 van die schroeven vinden. De Pudding Prairie. Hallo, Curbs. Nou, dan gaan we weer voor een nieuw Kirby-avontuurtje, jongens. Als je dit vet vindt, knal het duimpjes omhoog, hè. En abonneer voor heel veel Nintendo-video's. Dan gaan wij eens even kijken. Tot wel 4 spelers kunnen samen spelen. Ik weet niet, maar ik heb geen 3 vrienden. Ik ben vriendloos vandaag. Dus we doen het gewoon lekker alleen. Wauw, daar is Kirby, hoor. Oh, wel een lekker steltje. Leuk getekend dit wel. Ja, oké, we gaan weer zo'n beestje opzuigen. En dan boom, ja, tutorial dingen. Hoppakee, en nu kunnen we deze opzuigen. En dan boom, en dan boom. Alles op de boom boom. Op je bakkes, vriend. Oh, deze gaan we ook even opzuigen. Dan hebben we de Zelda-kracht. Of beter gezegd, de Link-kracht. Dan gaan we zo met ons... Lekker, man. De zwaardkracht noemen ze dat gewoon in het spel. Dat is wat anders dan zwaartekracht trouwens. Kan ik zo naar beneden zo... Wow! Ja, zie je? Het is echt net Link, hè, dit. Oh, hier is een... ja, zag je het? Een kers. Ik wil even die kers pakken. Oh, en alle vijanden komen de hele tijd gewoon terug. Oké, weten we dat ook weer. Beetje tempo curbs. Als we 2 keer zo drukken, gaan we rennen. Ja, precies. En dan kunnen we zo... Hoppakee, lekker springen. Ligt hieronder wat? Nee, oké. Was altijd kijken waard, hè? Oké, met A kunnen we zweven. Ja, helemaal duidelijk. Deze dingetjes weten we eigenlijk allemaal wel, hè? Oh, ja, kijk zo naar boven. En dan hebben we, hoppakee, een sterretje te pakken. Ik heb nog geen schroef gevonden, trouwens. Wat is dit trouwens voor het dude? Ik wil zijn kracht pikken. Auw, sorry. Oh, hij heeft geen kracht. Nou, dan pak ik mijn zwaardkracht weer terug. Hatseflats. Loopt een beetje daar met een bezem te sjouwen. Oké, we gaan naar binnen. En we zijn in een mysterieuze grot. Hatseflatsie kadotsie.
Oké, dus als wij pijltje naar beneden doen, ja, dan ga ik sneller naar beneden. Ja, oké. En oh, dan kunnen we natuurlijk hier doorheen. Dat is wat de game wil zeggen. Toch? Ja, precies. Zo, wat een idee. En ik heb een sleutel gevonden. Wat gaan we doen met de sleutel? Daarmee gaan we deze openmaken. En ja hoor, dan hebben we onze eerste schroef gevonden. Een energiebol. Her en der zitten ze verstopt en proberen ze allemaal te vinden. Gotta catch them all. Oké. Is cool, is cool. Wat ze vlot. Ja, lekker dit. Oké, rennen, curbs. Rennen. Met ei. Wat doen we met ei? Oh. Wacht even. Oh, ik moet eerst met mijn kracht lozen en dan moet ik nu deze bol, zo'n ding opzuigen zo. En dan, ja, en dan hier naartoe. Oh, dan kan ik dat... ik kan voor de rest niet mee naar boven nemen. Dat is jammer. Dat is jammer. Ik kon namelijk niet meer zweven. Maar ik kan wel hem op zijn hoofd slaan. Wat ziek idee. Oh, ik kan ook schieten. Oh, maar dit is nice. Wat? Ja, easy man. Deze kracht is wel sick man. Heel sick. Kijk, dan kan ik gewoon... Boom. En easy. Wat ze vlots. En wat ze vlotsie. En deze ook kapot maken. Maar ik wil eerst nog even hier naar beneden. Want ik denk dat hier ook nog zo'n bolschroef ding ligt. Oké, daar gaan we. Krachtlozen. Dit opzuigen. Ja hoor. Wat ziek idee. Kracht terug. Nee, het is gewoon een ster. Het is geen schroef, helaas. Oké, naar boven, curbs, naar boven. Ja, cool. Ik kan hier wel hele lekker lange video's van maken. Zouden jullie dat leuk vinden als ik gewoon eens een keer langere video's maak? Misschien dat deze video's wel 20 of 25 minuten kunnen duren of zo. Dat kan op zich wel leuk zijn een keertje, toch? Laat het weten in de comments. Willen jullie langere video's met Kirby? Oh. Oh. Ik heb het ultrazwaard. Oké. Holy moly. Wat gebeurt er? What? Alles gaat kapot, jongen. Niet te doen. Hier, wat ziek idee. Alles kapot op je beeldscherm. En dan deze ook. Hoppakee. Lekker zeg. Oh my gosh. Dit gaat hard. Dit gaat helemaal hard en helemaal top. Alles kapot. Hoppakee. Alles wat in beeld is, allemaal weg. Wat ziek idee. Ik hoop niet dat ik nu allerlei dingen mis omdat ik alles sloop. Maar dat zien we dan later wel. Heel vet. Dit kan ook kapot zo te zien. Ja. En wat is dit dan? Oh, dan ga ik nu naar een andere wereld? Is dat wat ik wil? Ik denk dat het is wat ik wil. Ik denk het wel. Ik weet het niet. Oh my gosh. Oh my gosh. Ja hoor. Dit is een of andere speciale wereld. Hop. Schiet het er bovenop. Lekker. Alles kapot. Oh nee. Dat was echt heel noob. Gewoon kapot gaan in het eerste level van Kirby. Dat kan niet, hè? Kijk, dit gaat veel beter zo. Hoppakee. Alles opeten. En schieten. En blijven rennen. Blijven rennen, curbs. Heerlijk. Heerlijk. Ja, nu ook rennen. Rennen, let's go. Oké, dit opzuigen. En dan schieten. En rennen. Dan gaat alles kapot. Ja, nice. Dit is heel nice. Ik ben wel echt al mijn sterretjes kwijt nu. Nou ja, met die sterretjes krijg ik alleen maar levens. Dus dat is eigenlijk ook wel prima. En nu? Nu heb ik het gehaald. En dan? Oh, ik heb het nog niet gehaald. Wat is dit allemaal? Oh, ik heb nu de vuurkracht. Oké, let's go. Nou ja, ik wil eigenlijk toch gewoon de zwaardkracht hoor. Let's go. Moet ik een baas verslaan? Oh, hier zijn er twee. Oh. Ja, baas. Baas. Hatsikidee. Lekker pak hem. Lekker curbs. Pak hem. Ja, we gaan hem kapot maken, jongen. En dan, hoppakee. Naar boven en naar beneden. Dat wou ik eigenlijk doen, maar hij gaat nu... Ja, dit is easy. Dit is easy. Ik wou dit doen. Oh, nee, dat wou ik helemaal niet doen. Ik wou zo naar boven en dan naar beneden stompen gelijk. Ik kan gewoon zweven hoor. Ik weet niet, vriend. Oh, ik mis hem weer. Kom op, pak hem. Hij is wel snel trouwens af en toe. Let's go. Je bent van mij, vriend. Je bent van mij. Hoppakee. Heb ik nu twee? Alle energiebollen gevonden. Oh ja, want die twee waren allebei hier. Lekker, man. Lekker. Hi, curbs. Oh, dan hebben we gelijk uitgespeeld. Dit is het einde van level. Nice. Oh, ik weet niet man. Ik sprong niet goed. Ik zat niet echt te timen. Ik zat niet op te letten. Ik zat na te denken over hoe we dat dan gaan noemen. Als ik zeg maar die hele lange video's voor jullie maak. Drop even een naam in de comments. Hoe moet dat heten? We kunnen bijvoorbeeld gewoon heel wereld 1 nu proberen uit te spelen. Alle 13 van die bolletjes te pakken proberen te krijgen. En dan gewoon één video van maken. Ik ben benieuwd of jullie dat een goed idee vinden. Ik vind het zelf op zich wel een keer leuk om dat te testen voor jullie. Hoppakee, hatse vlots. Hatse idee. Ja, easy. Let's go. Hoppakee. Dit gaat wel echt goed, jongen. Dit gaat wel echt goed. Ik ga even een slag naar beneden doen. Dat voelt ook goed, man. Oké, hier ga ik sterretje pakken. Ja, zo. Oh. Zit je naar mij? Zit je mij nou te slaan, joh? Is niet normaal, hè?
wordt niet geaccepteerd, vriend. Oké, ster pakken en door. Oh, gaan we nu naar het bos? Waar gaan we nou helemaal naartoe, Kirby? Met je link superkracht. Oh my, oh, moet ik nu naar de andere kant? Oh, gingen we hier allemaal langs? Het voelt een beetje Donkey Kong-achtig. Oké, wat is dit? Wat is dit? Boomerang, man! Lekker, man. Boomerang, man, kan die spinnen uit de lucht knallen. Oh, lekker. Goed opletten dat hier geen van die schroeven hierboven ergens zijn. Nee, het level gaat niet heel hoog, dus dat is top. Oh, daar loopt ook Boomerang, man. Lekker, man. Ik heb het touwtje doorgesneden. Was dat de bedoeling? Niet helemaal, maar prima. Nu wel. Nu is het wel de bedoeling. Doei. Ik ga alvast door, ja. Ik laat jou leven. Jij mag leven van mij. Hieronder is ook een sterretje. Speciaal sterretje. Dat zijn heel veel muntjes. Zijn niet echt muntjes, maar... Ik ga even door. Ik ga even daar kijken. Ik wil niet per se daar naar binnen gelijk. Maar hier is geen... Nee, geen magische... Maar geen magische schroef was daar. Dat was gewoon alleen een biefstukkie. Let's go. Wat is dat? Wat is dat? Is lekker. Heerlijk. Wat is dit? Wat is dit? Oh, wow. Heel vet. Heel vet. Maak het kapot allemaal. Rennen, Kerbs. Rennen. Oh, ja. Oké, cool. Alles kapot maken. Dit voelt goed, hè? Oh ja, oké, cool. En nu? Dan moet ik... Nee. Ik laat het vallen. Ik wou het niet laten vallen. Ik dacht dat ik het niet meer nodig had, maar ik heb het wel nodig. Oké, nu kan ik het wel even laten vallen en dan zo. Ja, dan hebben we die eerste schroef te pakken. Dan pakken we dat ding weer op. Jeetje, wat vet. Knal alles kapot met een mega bommenwapen. Heel vet. Oké, wat is dit? Dit is een spijkerhoofd. Oh my god, kijk deze punt. Ja, die moet niet... Nee, ik hou opmerkingen voor me. Ik wou het weer hebben over de ster van Kirby en... Nee. Rick, dat kun je niet maken. Let's go. Oké, we gaan naar boven. Weg. Weg met je paddenstoel. We gaan verder naar boven. Juist. Oké, nog verder naar boven. Oh, je kan hier naar rechts trouwens. Ik had het bijna niet gezien. Er ligt een emmertje en een geheime gang. Oh, die had ik ook bijna gemist hoor. Ik had hem bijna niet gezien. Die zat echt goed verstopt. Ik heb een lolly. En die lolly die zorgt ervoor dat ik niet geraakt kan worden of zo, denk ik. Ja, kijk, met die lolly kunnen we gewoon tegen alles en iedereen aanlopen. Hatsiek idee. Hoppa. Dat is gewoon net als de ster in Mario, zeg maar. Wat? Kunnen we hier even naar beneden deze sterren pakken? Hierachter ligt de schroefie. Ja. Dat is schroefie nummer 2. We liggen op schema. Dus even kijken of we dit 100% kunnen halen allemaal. We hebben hier een vuurkracht en we hebben sterrenkracht. Ik wil die sterren wel even proberen. Oh. Wow. Oké, dat is een superwapen. En dit, ja, oké. Oh my gosh, dit is best wel cool. Heb jij voor mij ook een sterretje dan? Of een super ding? Je weet wel. Ah, kijk uit, Kirby. Joh, hij stond voor je neus, man. Oh, pas op. Ik wil schieten. Oh, ik ben zelf ook geschoten. Oh, even eroverheen. Oké. En... Bam. Oh, wat? Waarom kan ik jou niet raken? Ik kan jou wel raken. Je bent helemaal kapotski. Oh, ik raak mezelf ook nog een keer. Omdat ik er bovenop sprong. Mag blijkbaar niet. Ik kan de zwaardkracht pakken. Maar nee, ik vind deze eigenlijk wel leuk om even te proberen. Oh, alleen... Nee, ik moet toch de zwaardkracht pakken. Ja, die is nu natuurlijk weg. Ja, lekker dan. Kan ik het met de vuurkracht? Dit zou ik echt heel lullig vinden. Moet je gewoon elke kracht pakken die je tegenkomt. Want anders dan mis je van die dingen. Kan ik het niet doorbranden? Ja, dit is oneerlijk. Kan ik hier ergens anders nog zwaardkracht pakken? Ja, doei! En waarom kan ik het niet met dit wapen dan zo kapot maken? Zo. Dit is toch ook een superwapen? Of kan ik hier niet overheen? Nou, weet je wat? Ik speel het level wel nog een keer. Oké, meneer. Oké. Nou wil ik wel deze. Dus dat is een pro-tip. Altijd die dingen meenemen die je vindt. Van eindbaas en zo. Altijd de meest recente pakken. Want anders dan kan je dus blijkbaar dingen missen. Oké, door naar level 3. Pak de bom. Oké, goed opletten of we niks missen. Nee, we missen niks zo te zien. Ik zie hier ook geen gekke dingen. We gaan gewoon op de trappertje naar beneden. Kunnen we deze kapot maken? Nee, dat kunnen wij niet. Ik denk ik probeer het gewoon. Maar we hadden het beter niet kunnen proberen. Let's go. En door. Trappertjes af.
Hier is een nieuwe superkracht. Wat is dit? Oh, dit is de ijs... Oh, dit is de, niet de ijskracht. Dit is de donderschokkracht. Ik kan mezelf als Blanka van Street Fighter beschermen. Ik kan een donderstraal naar boven doen. En dat is het wel een beetje volgens mij. Ja, oké. Oké. Ik kan via links, ik kan via rechts. Ja, dit ziet er wel uitnodigend uit, hè. Ik denk dat misschien toch aan de linkerkant wel de betere beloningen zaten. Volgens mij geen magische... tandwieltjes. Wel een betere ster waar meer punten in zitten. We gaan naar beneden. Oh, ik kan ook schieten. Hoe deed ik dat nou? Ik schoot. Maar ik weet niet hoe. Nou, het zal wel. Het zal wel. Kan ik hier naar beneden? Ja! Ja, kijk, en hieronder is dus ook een magisch tandwieltje. Oké, door, door, door. Ja. Ik kan hier naar boven? Nee. Wow! Ik denk dat ik wel even een andere superkracht wil strakjes. Nou ja, weet je wat? Ik neem hem nog wel even mee. Dit is heel... Ik kan hier niet zoveel mee. Dit is heel moeilijk. Oké. Is wel handig voor dit soort vijandjes. Nou, ik zou deze... Dit is niet mijn favoriete superkracht hoor, jongens. Ik moet hier veel te passief mee zijn. Kan die hier wel naar boven? Ja. Oké, ik wil zijn superkracht. Ik wil het zwaardmannetje. Let's go. Oké, cool. Deze werkt toch beter, denk ik. Oh, hier is een one-up. Hoppakee, lekker. Inmiddels heb ik ook alweer 10 levens, dus dat is cool. Oh, ik moet hem hier wel weer uitpoepen, blijkbaar. Dan poep ik hem even die kant op. Zodat ik iets meer tijd heb. Oh, wacht. En dan... Nee! Dit gaat fout. Oh, maar ik kan het ook gewoon kapot slaan. Oké, ik dacht dat ik misschien nu zo'n magisch tandwiel zou missen. Maar het valt mee. Ik kan het gewoon kapot slaan. Zal ik de vuurkracht dan maar eens eventjes opslurpen? Misschien hebben we die wel nodig. Moeten een beetje leren van onze fouten. Gewoon elke keer de meest recente kracht meenemen. Hallo, groot oog meneer. Oh, wat is dit? Oh, dit is de magische stick. Ja, die vind ik wel echt leuk. Deze vind ik oprecht leuk. Hoppakee. Ja, lekker. Deze kan ook veel verschillende dingen. Hij kan gewoon zo slaan. Hij kan zo hard schieten. Hij kan ook naar beneden schieten. Ik weet alleen even niet meer hoe ik dat dan deed. Ja, dat deed ik zo. Oh, daar is een tandwiel. Daar moet ik dus een sleutel voor hebben. Moet even een sleuteltje gaan zoeken, jongens. Oké. Deze laten we even vallen. Op zoek naar de sleutel. Oh, die ligt gewoon hier. Die ligt gewoon daar. Alleen, ik moet er wel erg in houden. Ik kan nu niet zweven. Ik kan nu niet zweven. Oké, cool. Lekker, we hebben hem. Was niet zo moeilijk. Nou, dit gaat best wel goed allemaal eigenlijk. We vinden tot nu toe de tandwieltjes best wel makkelijk. Hallo, één oog. Cyclops, meneer. Doei. Ideaal wapen is dit. Oké, zo. En dan... Nou ja, dit was niet echt top gedaan eigenlijk. Zeg maar gerust een beetje slecht. Hoppakee, al die dingen ook weer weg. Gekke kanonnetjes. Ja, gaat goed. Gaat goed. Toen nog één tandwieltje vinden, die zal wel in het volgende stuk zitten. Of als er daarna nog een stuk komt, in het stuk daarna. Oh, auw. Oh shit, ik zag die dingen helemaal niet. Er zitten gewoon stekels hier. Die had ik echt even niet gezien. Ik moet ondertussen wel een beetje op gaan passen, merk ik. Hieronder loopt iemand met een sleutel. Oh, die moet ik waarschijnlijk inhalen. Ja, ik moet snel zijn. Ik moet snel zijn. Jongens, wat doen jullie irritant? Weg. Weg. Ik heb hier geen tijd voor, jongens. Ik heb hier geen tijd voor. Ik heb geen tijd voor jullie. Let's go. Let's go. Oeh. Ja, lekker. Lekker. Ik heb hem. Ik heb de sleutel. Waar moet ik naartoe eigenlijk met de sleutel? Dat heb ik niet gezien. Oké, ik leg de sleutel even daar neer. Ik moet even hem kapot maken. Hopelijk had ik hem niet nodig nu weer om iets door te knippen. Oh, wacht. Nou ja, misschien wel. Misschien wel. Dan ga ik pak hem. Ik pak hem. Ja, lekker. Ik pak zijn kracht. Deze kracht moet even weg. Weg. Goed zo. Oké. Met sleutel en al. Gaan wij door. Let's go. Ja, ja. Ja, ja. Weer alle energiebollen gevonden. We gaan gewoon voor die 100% completion. Wat is dit voor geinige vijand? Hij heeft gewoon zo'n knalfuif ding. Heel leuk. Oh, jij mist nu je paddenstoelhoofd. Ik had zijn paddenstoelhoofd afgenomen. Oké, let's go, Link. Mop. Oké, als ik nu nog een baas moet verslaan, moet ik wel voorzichtig zijn. Maar dat hoeft niet, want dit is al het einde van het level. Oké, dit heb ik nog niet helemaal door, hoor. Ik, hoppakee, druk. Ik kom nog niet hoger dan de 4, moet ik eerlijk toegeven. Beetje jammer. Beetje jammer. Ik moet het beter doen. Hoppakee, level 4. Is denk ik het laatste level en daarna hebben we denk ik nog een baas. Even kijken. Ja, ik denk dat daar een baas komt. Waarschijnlijk komt de boom hier weer. Ik zie alweer een bos, dat zal de boom wel zijn. Oké, let's go. Vuur, meneer. Oh, jongen. Doe eens even rustig, joh. Ik wou gewoon jouw superkracht pakken. Alhoewel, ik vind jouw superkracht eigenlijk beter. Ik wil die van jou hebben. En ik heb fruit nodig. Of een hamburger, ook lekker. Kan ik ook goed gebruiken.
Oh, jeetje, die dingen vallen gewoon om. Dat kan ik toch niet weten. Ah, nee, nog één. Wat hangt daar? Hangt hier iets in de lucht? Nee, hier hangt niets in de lucht. Ook geen liefde. Er hangt geen liefde in de lucht. Weet je, laten we rennen. Hier tussenin gaan staan. Ja, cool. En dan zo. Ananas pakken. Kan ik hier? Ik kan hier doorheen, hè? Ik zag het wel. Ik zag het wel. Ik had dat wel gesniperd. Oké, jongens. Ik heb trek in hamburgers. Of kersen. Of ananassen. Of iets. Oké, we moeten hier rennen. Rennen, rennen, rennen. Let's go. En hem slaan. En dan zo boomerang erop. Ja, lekker. Oh my god, ik word weer geraakt, hè. Nou, gelukkig krijg ik wel gelijk bosbessen. Oh, en daar is nog wat. Lekker biefstukje. Oh, nom, 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 nom. Door, let's go. En toen, wat ging er hier allemaal gebeuren? Wat is dat? Wat is dat? Oh, die schiet pijlen naar beneden. Oké, okay. Kan ik jou ook... Ja, ik kan jou ook gewoon slopen. Oh, wat een lekkere combo. Heerlijk. Mag ik deze lolly? Rennen! Let's go! Heerlijk dit. Alles kapot maken. Dit voelt altijd zo goed, jongens. Kan je gewoon in één keer zo helemaal door. Ik wil alleen niet... nu, zeg maar, van die tandwieltjes missen of zo. Moet er wel op blijven letten. Wat is dit voor voucher? Ik heb een voucher gevonden. Hier zitten trouwens 4 tandwieltjes in. Ik heb er 1 gemist. Ik hoop het niet. Omdat ik zo snel rende, kan dat natuurlijk wel. Dat je er dan net eentje mist. Oké, hier moeten we even oppassen. Ik ga zijn superkracht pakken. Link power! Oké, go, 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 go. Wat is dit? Oh, ik kan me hiermee beschermen. Kijk, lekker man. En alles boven mij kapot maken. Hamburgers eten. Oh nee, dat waren alleen sandwiches. Ook lekker. Hou ik ook van. Vind ik ook niet verkeerd. Oh, kan ik... Nee, ik kan hun niet laten raken. Oh my gosh. Waarom spring ik er nou weer op? Ik denk al dat ik elke erop kan springen. Net als in Mario. Maar dat kan helemaal niet, want het is Kirby. Het is geen Mario. Oké, gaan we de toeter pakken. Nieuwe toeter. Oh, oh, wacht. Niet mijn superkrachtlozen. Nieuwe toetertje. Oké, dit gaat soepel. Dit gaat soepel. Nog steeds. Ja, zo. Oké, dit was goed. Daarachter ligt een tandwieltje. Kom maar, kom maar. Ik loos elke keer mijn superkracht. Dat is niet handig, hè? Oké, hopelijk is dit de tweede, jongens. We gaan het zien. Heb ik 1 gemist of niet? Nee, gelukkig. Dit is de tweede. Nice. Hoef ik het level niet opnieuw te doen. En hier zitten er dus wel 4. Dus dit is het laatste level waar ik die dingen in kan vinden. Maar ik verwacht hierna echt nog wel een baas, hoor. Aan het einde van wereld 1. Oké, oké. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Oh, portal. Oh, hij komt uit de portal. Ik moet hem verslaan. Pak hem. Wat een ziek idee. Hoppakee, bap, bap, bap. Lekker. En nu kunnen we alles verbranden. Oh my gosh, Kirby. Oh my gosh. Je krijgt hulp van een of andere zieke vuurdraak. Heel sick. Heel sick. Oh, maar die raakt alleen... Oké, die raakt alleen 1 rij. Oké. 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 Ja, dit is wel sick, hoor. Dit is heel vet gedaan. Heel vet gedaan. Iedereen vliegt van je beeldscherm af. Alles gaat kapot. Ja, dit is wel cool, hoor. Dit vind ik wel heel vet. Oké, er leeft er nog 1. Oh, er leven er nog 2. Nou, die mogen voor mij blijven leven. Ik ben heel aardig vandaag. Die mogen gewoon blijven leven. Lekker dit, zeg. Poeiem! Die hebben jullie netjes ontweken. Deze alleen niet. Daar ligt weer een voucher. Nog steeds geen idee wat die dingen doen. Ik wou hem wel oppakken. Deze boom kan kapot. Hieronder kan ook van alles kapot. Oh. Oh, oh, oh ja. Oh, die boom. Oké. Okay. Doei, boom. Sorry, boom. Hé, en een portal. Zouden we hier weer 2 van die dingen kunnen verdienen? Want dat was de vorige keer ook. Ik heb geen superpowers meegenomen. Beetje jammer. Beetje jammer. Oh, lekker zeg, Curbs. Oh, nom, 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 nom. Nu kunnen we gewoon weer erachteraan rennen. Dan gaan al die spinnen kapot. Heerlijk dit. Heerlijk. Ja, soepeltjes wel. Grote spin. Grote spin. Let's go. En dan doen we even zo. En dan schieten. En dan... Oh, oh. Ja, dat ging niet per se helemaal volgens alle plannen. Maar maakt niet uit. Dit zuigen we allemaal op. En dan... Ja, oké, cool. Grote spin kapot. Ja, lekker doorrennen. En dan zijn we weer aan het einde. Wat wordt mijn beloning? Mijn beloning wordt een blad. Oké, dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Ik voel me net Leafio nu. Oké, wat is... Oh, dit is weer zo'n vogel. Dit is dezelfde vogel. Zijn dit droomvogels? Of nachtmerrievogels? Boldomers noemen we deze. Oké, boldomer. Oh my gosh, je had me bijna, vriend. Maar bijna is niet helemaal. Bijna is zeg maar gewoon helemaal niet. Dus dat is top. Kom op, boldomer. Kom maar met je battle. Easy. Easy. Lekker.
2 van die dingetjes voor mij. Lekker alle energiebollen gevonden in deze wereld. Emmetje en terug naar de echte wereld. Let's go, Kirby! Hoppakee. Ja, en dan zijn we aan het einde van de wereld. Oeh, en wat gaat er nu gebeuren? Eerst nog het bonusspel, waarin ik niet goed ben, ik word alleen maar slechter in. Level 4 is gehaald. We hebben alle energiebollen. En ja hoor, ik wist het. Ik wist het. Level 5 is de baas. Je kunt je stempeltickets in Magisch Magoland inwisselen voor stempels. Verzamel een hoop stempels voor mooie souvenirs. Ja, zou kunnen. Maar eerst dit baaslevel. Oh, spannend muziekje hoor. Spannend muziekje. Ja, ik denk dat ik voor deze superkracht ga. Ik vond de boomerangkracht wel heel lekker. Altijd deze grote boom. Kirby, je moet niet vallen, hè. Je moet niet op je bakkes vallen. Kijk, zie je zijn neus? Ik zie zijn neus al. En daar zijn zijn ogen. En de mond. Ah, boze boom. Pak de boze boom. Begin gewoon te schieten. Wispy Woods. Ik krijg kramp in mijn duim hiervan. Alsnog word ik geraakt door die appels, hè. Potverdorie. Oh, oh, boom wordt boos. Ik moet even weg, denk ik. Even weg. Even weg. Kan ik al? Ja, ik mag alweer. Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Pak hem. Pak die boom. Pak die boom. Lekker. Easy. Let's go. Hij is bijna kapot. Hij is kapot. Gewoon blijven slaan. Geen probleem. En de boom is weer normaal. Oh, ja. En we hebben de roeispanen gevonden. Ja, die moesten we zoeken. Voor Magolanmon Pokémon. Oh, nee. De boom haalt. Niet huilen, boompje. Ik voelde me net een houthakker. Oh, kijk. We zijn er weer. We zijn er weer. We zijn bij het schip. We hebben de roeispanen gevonden, meneer. Hallo, Magolan. Vanuit de kosmos universum. Ik heb je eerste ding gevonden, de roeispanen. Ja, 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 ja. Ja, je kan nog niet weg, denk ik, alleen met je roeispanen. Ik denk dat we nog wat meer nodig hebben, of niet? Maar, kijk, het begin is er, hè. Het begin is er gewoon. Ben je al blij, Magolor? Het is gelukt, Kirby. Mijn schip heeft zijn roeispanen weer terug. Ontzettend bedankt. Als je zo doorgaat, weet ik zeker dat je de andere onderdelen ook zult vinden. En vergeet ook niet om energiebollen te verzamelen. Ja, geen probleem. Dat doen we gewoon. Zodra je er genoeg hebt, zullen de kapotte deuren het in mijn schip het weer doen. Dan krijg je toegang tot hele leuke minigames die je met je vrienden kunt spelen. Oké. Ook kun je dan naar de kopieerkrachtruimtes waar je allerlei kopieerkrachten kunt uitproberen. En er zijn ook nog de uitdagingen waarin je je talenten op de proef kunt stellen. Oké. Met genoeg energiebollen is het openen van die deuren een fluitje van een centos. Dus ik zou geen energiebol laten liggen als ik jou was. Nee, daar waren we al mee bezig. We hebben er 13 gevonden. Alle 13 van wereld 1. We hebben nu toegang tot een speciaal level. Je vindt de deur aan de kamer aan de rechterkant. Ga maar eens kijken. Ja, nee. Nee, dat gaan we dan een keer aan het einde doen. Als we zeg maar alle werelden hebben uitgespeeld, dan gaan we dat allemaal achter elkaar doen. Oké? Dus, wereld 1 zit erop. Helemaal uitgespeeld in één video. Laat het weten als je van dit soort hele leuke video's houdt. Dan kunnen we dat misschien vaker gaan doen. Knal de duimpjes omhoog. Abonneer als je een Nintendo fan bent. Want dan moet je op dit kanaal zijn. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!